Robbe, wat vond je van de Future Dance? Ja mensen, welkom bij een nieuwe vlog hier op de PDK. Vandaag corona mensen op de achtergrond. Vandaag zijn we terug in Arnhem. Ik heb gezegd, er komen meerdere vlogs. Misschien komt er hierna nog wel eentje. Vandaag, ik ben niet alleen mensen en het is bijzonder, want ik loop er even gelijk naartoe natuurlijk. Want, dames en heren, het is vandaag de dag dat Robbe voor de eerste keer de Future Dance gaat doen, baby. Maar ik heb geen twijfel. Dat pannen heeft, het draait me vandaag. Oh. Oei. Nee. Het is niet open. Gaan we zo meteen zien. We hebben al een verandering gespot op het trein ook trouwens. Leuk dat je erbij bent, Robbe, vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt van de Future Dance. Maar daar gaan we later vanmiddag achterkomen. Of in de vlog, in ieder geval later vandaag. Want s'avonds is hij op zijn best. Dat kan ik alvast vertellen. Zullen we vanavond een oordeel vellen? Ja. Jij bent een beetje breakdance fan ook, hè? Ja. Ja, draait ook wel eens bij een breakdance natuurlijk. Ja. Kennen we allemaal wel, de breakdance van Heijen. In België. En nu vandaag gaat hij dus even de Future Dance testen. En ik ben benieuwd, een eigen oordeel mag je later in deze vlog doen. We zijn niet alleen met Robbe, want, en dat was eigenlijk een beetje een verrassingje. Robbe die slaapt vanavond in Roosendaal. Bij een hotelletje. Of in een hotelletje. Want hij zou eerst alleen meegaan. Maar eigenlijk last minute zei nog een andere iemand die zei, ik ga ook mee. Wauw, ik vind dat gezellig. En het was, Robbe wist het niet. En we hadden in een tunneltje afgesproken, voor de mensen die de kermistrein in Roosendaal kennen, er zit zo'n tunneltje onder spoor. Daar was de persoon in kwestie in gaan staan. Is zo achter ons aankomen sluipen, want ik ben dan over, expres over het spoor gegaan. Ik dacht nog, waarom mag het mee toch aan dat spoorweg? Ik dacht nog, straks gaan Robbe zeggen, kunnen we er niet onderdoor, want de trein kwam ook net aan. Maar dat was gelukkig niet zo, want anders was het plannetje mislukt. En de persoon achter Robbe aan en laat schrikken. Was een leuke verrassing, toch? Ja, inderdaad. Dames en jongens en meisjes. Dat beter van zijn kop. Kel, die is er ook weer bij. Ja. Hey. Ja, hij vond het zo goed, die Future Dance, en dacht ik ga weer mee. Goh, dat was eigenlijk de reden niet, maar kom. Oh, nee. Ik was mij aan het vervelen, gisteren was mijn verjaardag, dus... Ja, gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. 21 jaar, mensen. Ja. 21 jaar alweer. Ga erop, hè. Ja. Je gaat erop. Nee, we gaan ons hier vooral vermaken en we gaan het lekker upmaken houden. Dus we gaan niet over de miserie in België zitten lullen. Daar gaan we het niet over doen. Daar hebben we het al een keer over gehad. Dat heb ik al uitgelegd. Dat lijkt me voldoende. We gaan gewoon vandaag fun maken, baby. Goed. Heerlijk! Ja, ja. Nou mensen, inmiddels... hij komt. Yes. Inmiddels staan we dus op de kermis en we staan bij de Future Dance. We hebben eerst even de wc gedaan, dat is ook belangrijk natuurlijk. Daarna een ritje Future Dance en eerst even gekeken natuurlijk. En ik ben natuurlijk benieuwd, wat is jouw eerste indruk, Robbe? Kapot. Nee, wat vind je van de uitstraling? Van de breakdance, van de goed, Future Dance? Goed. Ja? En van de rit? Ça va, ja. Ik zal beter ritten op, hoe noemt hij weer? Team? Nee, Hoenhout. Oké, helemaal. Meen je dit? Ja. Shit. Wat? Dat is jammer. Waarom? Ja, als deze Hoenhout er niet uitdraait, is iets verkeerd. Ik zei dat Hoenhout al dit al betere rit geeft als Hoenhout. Dit is beter. Oh, dat verzond ik verkeerd al, sorry. Kunnen spinnen? Ja, even. Nou ja, vanavond wordt het nog leuker, want dan draait hij helemaal voluit. Dus dat wordt heerlijk. Kjell is er ook in geweest, die is ook kan bijkomen door mensen, dat is niet te geloven. Ja, het zou beter zijn vanavond, hè? Ja, 100%. Iets te veel gas, te lang, maar ja. Ja, hij was nu ook andere dingen aan het doen tussendoor mensen, ik weet niet wat, maar dat maakt ook niet uit. Waardoor hij vrij lang op vol gas bleef draaien en vrij laat terugdraaien met de schijf, zeg maar. Waardoor je een eentonige slag had. Maar goed, we gaan vanavond dus... Het is wel even goed dat... het is wel goed dat hij het ook even bevestigt natuurlijk met een yes. Maar vanavond gaan we het verder zien, mensen. Heerlijk. En nog even een shotje dan. Van overdag, de Future Dance, baby. Het is nog niet druk op de kermis, maar dat komt misschien nog wel. Oh, kunt je dat. Yeah.
Het inchecken hebben ze ook veranderd. Ze hebben extra tafels neergezet. Ze hebben een ander kleur bandje, waardoor ik hoop dat je er nu wel uit kan lopen. Zou een vooruitgang wezen. En weer terug kan gaan zonder opnieuw het formulier dus in te vullen. Maar meer tafels erbij, meer gelegenheden. Ze hebben het allemaal een beetje aangepast. Mensen dragen nu ook een mondkapje bij de ingang. Dus er zijn hier weer wat veranderingen hier in Arnhem. En dat was ook eigenlijk wel te verwachten, want van het weekend vond ik het echt stroef lopen met de beveiliging. Dus het was echt wel tijd om echt verandering aan te brengen. Nou, dat is even tussendoor deze informatie. En dat is natuurlijk even interessante informatie voor de mensen die nog naar Arnhem willen gaan. Maar wij houden het de rest van de dag op de hoogte. Dus misschien komen we er later vandaag nog op terug. Mensen, ik heb in de vorige vlog heb ik het al gehad over de beveiliging. Het is echt verschrikkelijk. Kijk mensen, eerst hadden ze paarse bandjes. Nu hebben ze roze bandjes. Dus ik dacht, dat is per dag een ander bandje. Zodat je met het bandje van gisteren niet hierop kan. Je moet een formulier invullen als je hier binnenkomt. Dat vind ik allemaal oké. Maar als je op het terrein bent, dan mag je niet het terrein af. Als je het terrein wel afgaat, dan moet jij je bandje inleveren. Moet je dat formulier weer opnieuw invullen. Want je kan in de tussentijd corona opgelopen hebben, zeggen ze. Dat zegt de beveiliging hier. We hebben het net weer ondervonden, want wij wilden even naar de auto om wat te gaan drinken. Men zegt dan, ja, als je buiten bent geweest, dan kan je corona oplopen. Maar corona, dat merk je pas over een week dat je dat hebt. Dus als je dat nu oploopt, dan merk je dat pas over een week. Wat de fuck voor kutregels heb je dan? Want ik had er echt kwaad van dat jij dit doorvoert. En ik heb het in de vorige vlog ook al gezegd. Ik heb het onder een post van de chaos gezegd. Van je mag niet heen en weer lopen. Het mag niet. En men gelooft mij niet. Je mag niet heen en weer lopen. En ik vind het vuile, godverdomse kut onzin. Het is kut, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, want dat was vrijdag ook zo. Maar dat is totaal niet waar, want ze zijn gewoon buiten geweest en weer binnen. Zonder te controleren. Ja. En gewoon het bandje laten doen om te weer binnen. En nu is het weer verstrekt, nou weer moet af. Ah, belachelijk. Zaterdag was het dan in één keer niet meer. En mocht je niet meer naar buiten en weer terug naar binnen. En dat blijft gewoon zo. En ik snap die regel niet. Als ik hem nou begrijp, ik wil echt aan al die coronaregels meedoen, hè. Geen probleem. Maar het moeten wel fatsoenlijke regels zijn. Wat ook echt een functie heeft. En dit is gewoon vuile, gore kut onzin. Echt jongen. En ik snap niet dat er geen gehoor aan gegeven wordt. Dat het niet gewoon veranderd wordt. Want dit is echt een vuile kutzooi. Goed. Ah ja, en de centraal muziek is wel altijd niet goed. Zeg me je moet weer en dan gaat dat niet bij. Ik vind het wel een lekker nummertje. Nee, dit vind ik niet. Oké, okay. Nou vanavond is wel kijk. Ja, hopelijk wel. Nee, maar kijk mensen, het is echt, ik wil met elke coronaregel meedoen. Maar dit soort regels die nergens op slaan, die hebben ze gewoon als machtsspel opgezet. Slaat totaal nergens op. Hier. En daar ben ik vrij direct in, ja. Mensen, ik wil nog even wat vertellen, want daar zat ik gisteren in één keer over na te denken. En de Belgen die hielpen mij net eventjes op het idee dat ik hem nog even tegen jullie moest zeggen. Want ze zou denken, ja, waarom de hele tijd geen kermis e-test meer? Nou ja, natuurlijk hebben de kermis een tijd stilgelegen, dus daarom geen kermis e-test meer. De andere reden is, en ja, dat klonk misschien een poosje geleden in de vlogs als grapje, maar het is geen grapje. Ik ben aan het proberen wat kilo's eraf te krijgen. Dat is, er wordt naast me gelachen. Dat is niet heel makkelijk. Er is op dit moment 4 kilo af. Zeg ik dat goed? Nee, 3 kilo op dit moment. En ja, er moeten nog minimaal 6 af. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig. Daarom kan ik niet zoveel meer vreten en moet ik een beetje oppassen met wat ik eet en wat ik niet eet. En het is zo meteen de bedoeling dat als het weer een beetje normaal wordt, dat ik weer op normaal gewicht ben. Wat ik wil bereiken, dat ik dan ook niet meer zo ga vreten net als de afgelopen tijd. Maar de kermis eettest zal er wel terugkomen. Nou, dat wil ik toch even zeggen. Wat ik ook wilde melden, eigenlijk in de review al, dat is dat alles hier er heel leuk uitziet, hè. En dat is natuurlijk ook zo. En dat alles gepresenteerd wordt alsof er niks aan de hand is, hè.
Maar dat is in feite natuurlijk niet zo, hè. Ik bedoel, de lampjes kunnen hier wel branden, de muziek kan wel draaien, er kunnen wel ritten gegeven worden en shows gegeven worden. Maar je weet als bezoeker, en ik als fan ook niet, je weet niet wat het leed is na corona. Dat is even een dingetje wat mij binnenkwam toen ik hier een paar dagen geleden was. En ik hier zat te wachten tot mijn ritje Future Dance begon. En toen zat ik me te bedenken van ja, jongens, wij zien het allemaal wel. En wij zijn als fan allemaal wel blij dat het open is. Maar je weet niet hoe de exploitanten en of de exploitanten er doorheen gaan komen, hè. Want de strijd is nog niet gestreden, hè. Wel, nog niet wel. Wat is het? Ja, nu weer. Andere kant. Oh, andere kant. Ja, ja. Andere kant, mensen. Ja, het vrouwelijk schoon wordt ook goed in de gaten gehouden door de Belgen, mensen. Kijk, zo gaat het dan ook gewoon. Er zijn verplichte looproutes en dan zetten ze gewoon een hekje aan de kant. En dat mag dan wel. Maar even naar buiten lopen om je auto eventjes wat te pakken, dat mag niet. Kut security, mensen. Kut security. Mensen, vernieuwing bij de Mega Boost ook. Ik zal het even laten zien daar. Daar staat ergens de Mega Boost. Moet ik even kijken of ik hem kan laten zien. De achterwal staat erbij. Interessant, hè, mensen. Dat is daar toch verdomme. Dat is echt dat je denkt van. Interessant. En wat gaan we nu doen? Nu? Ja, zeg het eens. Jimmy, wilde geen in naar de McDonald's? Naar de Mac? Jij wilde dat toch? Ja, maar ik ben. Nee, dat kan niet. Oh, de bandjes afdoen, mensen. Nou mensen, misschien hoorde je het net op de achtergrond. Wij moesten ons bandje dus afdoen als je de trein verlaat. Ik ben er expres deze keer niet tegen ingegaan, want dan ga ik weer zo het internet over van hij gaat er weer tegen in. Ik ben er een tegenaan. Ja, vorige keer ja. Ja, ik ben er zaterdag ook wel tegen ingegaan. Ik weet toch hoe ze hier denken. Het is belachelijk. Kijk, dan wordt er tegen mij gezegd van het is niet waar, maar het is fucking wel waar. Als je uit de trein afgaat, moet je je bandje afdoen. En moet je dus de volgende ronde moet je weer opnieuw dat formulier invullen. Nou ja, ik ben dus zo'n lul, zoals ik vorige keer ook zei. Ik ga niet twee keer hetzelfde invullen. Ik ben een beetje gek, want het moet wel een beetje zin hebben, vind ik. Toch, Kel? Ja, ik vind het ook. Ja, ik vind dat moet wel zin hebben. En dat heeft alleen de eerste keer zin. En de tweede keer heeft dat dus gewoon totaal geen zin in. Ondertussen zit mijn microfoon zit los, mensen. Welke naam heeft iemand? Ik, wacht even. Ik ga even de microfoon terugzetten en daar kom ik zo meteen op terug. Nee, maar dus die eerste keer, ik vind dat echt wel zinvol, dat formulier. Maar waarom de tweede keer als je op één dag even naar de auto loopt, een klein stukje moet je het nog een keer invullen. Ik vind dat dus zinloos. En zoals Robben zei, vroeg aan mij van wat voor naam ga je dan opzetten. Nou, vorige keer was ik P. Kermis. Ja, nu lijkt me het eens even een keer leuk om P. Porno erop te zetten. Dus ik ga er zo meteen P. Porno opzetten. Mijn komt dat niet af, hè? Wat dan? Oh! Dat is mij, joh. Mensen. Uit België. Robbe Porno! Dus dat gaan we er zo meteen even opzetten, want luister, het is allemaal onzin. Het is echt gewoon allemaal onzin. Maar geloof me nou, echt waar, en want ze geloven me niet, op de chaos Facebookpagina ook al niet. Nou zijn er weer van die eigenwijze flikkers, die gaan er tegenin. Die hebben toevallig één keer zijn die door mogen lopen. Wij vrijdag ook nog, maar zaterdag dus niet meer. En nu gewoon precies hetzelfde drama, je hebt het kunnen zien. Waardeloze security. Ja, ik kan daarover blijven klagen. We moeten denk ik gewoon maar de kermis laten zien en er niet meer over gaan klagen. Maar het is wel echt een verschrikking. Dus zometeen ben ik P-Porno op de kermis. Ik kan nog met je zagen, jong. Nou mensen, ik heb de Belgen even meegenomen in een, naar mijn mening, goede attractie. En ik ben benieuwd, was jouw eerste keer Lost Escape Adventure? Ja, ja, ja. Wat vond je ervan, Kiel? Ja, leuk. Ja? Iets anders. Dat we normaal zijn, we nog funnels of zo. Ja. Iets moeilijker is. Nou ja, ik vond het wel top. Ja. Goed thematiseerd ook. Wat vond je van de lift? Wat? Van de lift? Ja, mooi gedaan. Ja. Mooi toevoeging. Okay. Eerst een beetje uitleggen hoe dat het verhaal aan elkaar zit en dan eraan beginnen. Ja, ja, ja. Vind je dat leuk? Voor show. Ja, we hebben weer gelachen ook van binnen. Ja, lekker nat worden. Ja, water en ons, dat gaat niet heel goed samen. Robben, voor jou ook de eerste keer toch? Yes. Wat vond jij ervan? Goed. Ja? Echt wel een top. Doe een beter om het vanuit. Ja? Ja. Door de middel dat ja, strobo-effecten en donker, rook en water, vind ik het beter. Ja, vind ik leuk om te horen. Ik ben het met je eens. Nou mensen, dus doe hem los Escape Adventure Baby vandaan. Ik heb in de vorige vlog al beelden van binnen laten zien. Daarom was nu de keuze om dat niet te doen. En het is maar beter ook denk ik, ja. Met al het water. Op naar de volgende mensen. Nou mensen, we staan ondertussen bij de Future Dance weer terug en Robin zit daarin en we gaan eens even kijken of Robin hem in de spin kan krijgen natuurlijk, want Robin die denkt dat hij natuurlijk spinkoning is.
Nou ja, dat gaan we eerst even zien en dan pas geloven. We gaan even kijken of Robben hem in de spin kan krijgen. Hij zit in het rode kruis. Dus ik ben benieuwd. Baby. Er zitten heel mensen. Hij zit zich helemaal klaar te maken voor de rit. Helemaal in concentratie. Ja, volgens mij is hij goedgekeurd, of volgens Robben. Oh, je hebt een feit. Shit. Weer als ik begin te filmen, hè. Oh nee, met het kruis mee heeft hij nu. En hij zit te genieten houden. We komen terug als hij hem weer heeft. Oh, misschien nu. Ah, nee. Ja. Oh, Robben, baby. Zometeen is even zijn mening peilen van de avondritten, over de avondritten, baby. Daar is hij al, mensen. Robben heeft zijn eerste avondritje gehad, met tenminste op avondsnelheid. Hoe was hij nou, Robben? Lukte mij niet. Lukte mij maar op. Maar hoe was de rit? Ja, goed. Snel. Beste breakdance van Nederland? Je hebt het niet allemaal gedaan. Maar momenteel wel. Dat belooft veel goeds. Mensen, ik kom er aan het eind van de vlog op terug. En deze keer beloof ik het echt. Ik kom erop terug. We gaan dat zo meteen nog een keer vragen aan Robben. Je had in ieder geval wel een paar keer goed de spin te pakken. Ik kan het ook niet zo goed in deze, hoor. Het lukte mij niet. Nee, hij gaat te hard. Het is mij één keer gelukt met kruis mee, meer niet. De rest was de... Af en toe een beetje. Ik ga anders een keer zitten. Ja, aan de andere kant? Ik denk dat het beter is anders. Oké, okay. Nou goed. Komen we later terug, mensen. Nou, mensen. Oh, show bij Tornado, baby. Heerlijk. Ondertussen is Michael er ook bij gekomen. Ja, nou, dat is een hele dag, hoor. Michael, hoe staat het met de opbouw in Hoorn? Nou, dat is het leuke, want het is nu woensdag als we dit opnemen. Ja, ja. En zaterdag nog in de kermis, maar de hele kermis staat al. Oh, die staat al? Ja. Behalve een sneek, toch? Ja. De sneek moet toxic er nog bij komen en hoe heet die ook alweer? De pauwpoliep, ja. Maar is dat toch wel leuk om te volgen elk jaar, hoor. Ja. En wat vind je van de kermis, Michael? Hier zo. Ja. Ja, qua vermaak is het prima. En de mensen lopen nu ook wel in de avond, dus... Ja. Wat is je favoriete attractie hier? Ja, wat denk je? Weet ik niet. Future Dance natuurlijk. Ja, boven de chaos. Ja, ik heb die nog niet gedaan, hè, vandaag. Oh, nee. Nee, wat... dat is eigenlijk wel erg. Het jammer is, vanavond ze toonde niet, hè? Nee, man, ja, ik ga niet 5 euro betalen als je dan die vrouw hebt, zeg maar. Ja, dat is een stiefdochter. Oh, stiefdochter. Ja. Het probleem is dan, dan gaat hij zeg maar 3 keer naar de top. En bij Toon, als je geluk hebt, gaat hij 3 keer dubbel naar de top. Ja, dat is net dat extra beetje. Ja. Maar dus ja, die extra wow factor. Die weet van eigenlijk praten wij nou gewoon als een bepaalde... Paardrijden? Nee, praten wij nou als stelletje verwende nesten. Nou, dat zijn nog steeds gewoon prima ritten. Ja, dat misschien wel, maar ja, we zijn het gewend, dus dan gaan we ook niet hetzelfde betalen voor iets minder. Nee. Maar ik begreep eigenlijk dat jij volgende week woensdag hier ook naartoe zou komen. Is dat nou niet meer waar? Oh, zou ik dat? Ja, ik heb dat gehoord. Zij hebben zeer betaalbare bron, want ik ben hier volgende week ook. Oh, dat heb ik nog niet zo gehoord. Oh, nou, iemand anders uit Noord-Holland die zei dat. Waarschijnlijk zijn we met heel Noord-Holland, zei hij. Ja, dan had hij dat plan, maar hij heeft tegen mij nog niks gezegd. Oh, maar dat gaat niet meer door dan? Ik ben er nu, dus... Oei. Nou, ik wil gewoon nog een keer. Ja. Nou goed, Oh, dat is zo mooi, hè. Dat is zo mooi, moet je zien. Ja, het is prachtig. Kijk eens, mensen. Het is de nieuwe verlichting en zo van de Future Dance. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. Kijk eens. Hoe fantastisch is dat, mensen. Dat is prachtig. Ik kan hem toch niet laten, mensen, om toch nog een paar shotjes te laten zien. Er zit zo'n lekker sfeertje in hier.
goede show, goede licht. Lichtshow dus. Hoofdmicrofoon show, rook erbij. Niet normaal, mensen. Nou mensen, inmiddels lopen wij weer terug naar de auto. En ik moet je even zeggen mensen, ja, ik heb in de afgelopen 3 vlogs behoorlijk de beveiliging op zijn flikker gegeven. Nu hadden wij een beveiliger, die was super relaxed, hè? Ja, super vriendelijk. Zo, we hadden de laatste ritje Future Dance, daarna nog even napraten met onder andere Vincent. En toen kwam die beveiliger. En super relaxed, dat was een goede aanpak. Kijk, jullie weten wel hoe het moet. Nu nog goed uitvoeren, volgende keer, voor vast. Robbe. Ja, dat ben ik. Jou moet ik hebben, jongen. Ik ben hier. We hebben het laatste ritje Future Dance gedaan, mensen. Voor de mensen die dat wel eens meegemaakt hebben, die weten dat er iets speciaals gebeurt. En dan is nu de vraag, Robbe, wat vond je van de Future Dance? Goed. Overdag vond ik het, ja, niet. Nee, overdag vond ik het een gewone breakdance, maar s'avonds was het een goede machine. Oké. Okay. Wat vond je van de laatste rit? Goed, ja. Goed, hoe het einde, hoe finaleke. Maar het is niet de snelste dat ik ooit al gedaan heb. Nee, wat is de snelste die je ooit gedaan hebt? Ja, dat zou je wel zelf eens moeten uitzoeken. Ik denk de Decadence. Nee. Nee, geen Decadence. Oei. Breek dat Scholderwijn! Ja, vooral. Nee, even serieus. Ik heb een hoesting in wijn nu. Ja, in wijn? Ja, witte wijn. Oh, witte wijn. Of ja, nee, doe maar een biertje. Nee, maar welke breek is het dan de snelste? Goeie vraag. Ja, ik weet het niet. Een technische. Breek dus haaien. Omdat hij dan met de kruisen meedraait natuurlijk, ja, met de schijf mee. Die bleef nog altijd de beste. Met de schijf mee. Qua snelheid. Oké. Okay. Nee, dat kan. Chaos was lekker, hè? Dat was heel lekker. Lekker. Losse Escape Adventure was leuk natuurlijk, hebben we ook gedaan. Leuk dagje gehad. Ja, inderdaad. Ik ben blij dat je meegegaan bent. Ik heb alles opzij geschoven om hier eens te kunnen komen. En ik vind het mooi hoe jij over je vak praat. Ik heb vandaag natuurlijk zijn we een beetje aan het frieken geweest. Nee, echt waar. Op een gegeven moment waren we bij de Future Dance bezig en jij gooide er ineens de een en ander eruit. Toen dacht ik, ja, Tomme, ik vind het wel mooi hoe jij. Nee, ik vind het wel mooi hoe jij tegen de kermiswereld aankijkt. Vind ik echt wel mooi. Ja, kriebelen in dat tattoo. Ja, ja, vind ik mooi. Ik hoop dat snel de kermis in België weer open mogen. Dat hoop ik ook. En dan komen we snel weer een keer langs. Kjell, heb je nog iets aan toe te voegen aan Future Dance of zo? Ja, de laatste rit had je die wel eens meegemaakt? Nee, dat is ook de eerste keer. Wat vond je ervan? Ja, wat heb bij mij nu weer een bracht toe. Ik ben niet zo van rap draaien, dus ik heb er rap koppijn van. Maar gelukkig ben ik er nog goed van afgekomen. Maar gaf het een kick of gaf het geen kick omdat jij er ziek van wordt? Goh. Oké. Ja, het is wel een kick, het is iets anders. Hè. Het is iets leuk om mee te maken. Dus, ja. Ik de laatste rit meepakt heb. Dus. Ja. Nou, Kjell, jij bedankt voor je aandeel vandaag in de vlog. Geen probleem. Ik vond het leuk dat je erbij was. Dank je. En jij ook, Robbe. Echt jij zeker, Robbe. Ja, dank. Ja, het was tof. Ja. Het was gisteren. Ja, misschien binnenkort weer wel iets, weet ik veel. Een keer. Ja, dat zullen we zien. Misschien dat je volgende week zaterdag wel meegaat naar Duren en Aken. Dat weet ik nog niet. 2 breakdances op 1 dag. Oh, daar ga ik je voor uitnodigen dan mensen. Maar dat doen we buiten de camera om. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Er komt nog 1 vlog uit Arnhem. Die gaat met weer iemand anders gaan opgenomen worden. En blijf die kanaal in de gaten houden mensen. Dit zijn een beetje freak vlogjes. Met een beetje humor ertussendoor. Maar natuurlijk ook de gewone reviews gaan nog gewoon door. Hè. Zwolle staat nog op de planning. Os staat nog op de planning. Dames met dikke billen staan nog op de planning. Dus Os, misschien Den Bosch nog, Horen, staat allemaal nog op de planning. Dus hier op de PTK ben je pas echt lekker bezig. En naar België? En naar België, ja. Zodra de Belgische kermis weer gaan draaien, gaan we daar naartoe. Bijvoorbeeld een Hasselt of zo. Hasselt. Antwerpen. Als die door mag gaan in de november. We hopen het natuurlijk. We hopen het beste. Tot later mensen. Toedeledokio. Laat je likken, baby. Ballen.